Ja, de atelierroute die houden we nu eigenlijk dus bij de mensen zelf thuis voor de tweede keer dat we rondgaan. Dus, maar het is om de twee jaar dat we dus een tentoonstelling hebben. Ook wel in de pastorietuin hebben we dat een paar keer gehad. En die is eigenlijk ook heel leuk. Alleen we hebben daar een probleem als we daar gaan staan met de mensen die dus schilderen, de schilderijen ophangen. Dat is het grootste probleem. Maar de pastorietuin zou er ook heel mooi verlenen. Maar nu hebben we bij de mensen thuis en dan kan iedereen zijn spullen daar neerzetten en ophangen. En het geeft ook iets meer persoonlijkers. En je kunt ook eigenlijk alles tentoonstellen. En dat is ook een feit dat je zegt van, hé, dat is ook wel eens een keer leuk. Ja, en dan, we hebben nu gekozen voor de puzzelatelierroute. En dat is speciaal gedaan dat de mensen dus naar alle ateliers gaan om te gaan te kijken van wat is er te doen. Anders heb je bepaalde ateliers die ze wel pakken en enkele weer niet. Dat zou jammer zijn. En iedereen heeft toch wel een beetje recht dat ze overal terechtkomen. Dus dat is eigenlijk in kort wat wij dus nu gaan doen.